Mobi België NV in Brugge, die verwerkt en verpakt verse vis voor hoofdzakelijk de retail en de foodservice. In eerste instantie proberen wij nevenstromen te reduceren. Dan proberen we daar van alles creatiefs mee te doen en gaan we dat dus gaan hergebruiken. Nu, het project, de productie van de zalmkroket binnen de Circular Hub, die gaat natuurlijk een stap verder daarmee. Omdat daarin gaan wij met onze nevenstromen niet alleen de circulaire economie gaan ondersteunen, maar ook de lokale sociale economie. En laat dat nu eigenlijk een treffer zijn, want Mowi en Sobo die bevinden zich op 1 kilometer van elkaar, zodanig dat we dat lokale Brugse verhaal kunnen blijven garanderen. Nu, een heel sterk element binnen het project zijn de verschillende partnerschappen die daarin zitten. Het is zo dat Stad Brugge het project coördineert. En dat Mowi en Sobo eigenlijk rechtstreeks betrokken partners zijn in het logistieke en productieproces van de zalmkroket. Met deze kroket stimuleren we de sociale tewerkstelling in het paradijs en worden de nevenstromen van zalm opgewaardeerd tot een kwaliteitsvol product. Deze kroket is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende partners. Enerzijds het paradijs, anderzijds Mowi, Stad Brugge en Vivis. Het laatste wil ik zeker nog toevoegen dat het project, de Circular Hub en de productie van de zalmkroket eigenlijk een zeer breed perspectief neemt op duurzaamheid. En er zijn eigenlijk al 6 van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties die afgevinkt worden daarmee. Gaande van bestrijden van ongelijkheid tot duurzame steden en gemeenten. En de kroketje smaakt als zalm.